pijnlijke afgeknelde voeten met blauwe teennagels zijn de gevolgen van het dragen van te kleine schoenen. Wie als kind niet passende schoenen draagt, kan daar later knobbeltenen of zelfs gewrichtsklachten van krijgen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de kinderen ongemerkt op te kleine voet leeft. Meten is weten. Dus of het bij ons ook zo erg met de kinderschoenmaten is gesteld, dat werd vanochtend onderzocht in het Brabantse Etten-Leur. Ja, ik vind het alleen heel goed als ze de voetjes opmeten, omdat je vaak niet weet of je nou wel of niet het goede schoentje hebt uitgekozen. Dus moet ik zeggen dat zij ook net één maand de nieuwe schoentjes aan heeft. En toch merk je dat ze het schoentje al te kort is. Vooral de binnenmaat van kinderschoentjes klopt van geen kanten. Bij 90% is die kleiner dan op de zool vermeld staat. Tot wel 4 maten kleiner. Dat betekent dat beide schoenen 0,7 centimeter te kort zijn. Oké. Dit is een maat 39. En als we hem opmeten, komt eruit een maat 37. Dus gewoon 2 maten te klein. 2 maten kleiner dan, dan de labelmaat aangeeft. Ja. 1 uur en 26 metingen later blijkt dat ook hier 3/4 van de kinderen op te kleine schoenen loopt. Nou, we hadden van tevoren natuurlijk wel wat onderzoek gedaan en met name gekeken in schoenenwinkels. Hoe worden schoenen gemeten? Gaat het op de juiste manier? En nou, we hadden wel verwacht dat het een beetje richting de resultaten ging, zoals ook het onderzoek liet zien. Ze zijn iets te klein inderdaad, klopt. Schrikt u ervan? Nou, schrikken niet. Maar ja, goed, ik denk dat we er toch maar iets aan moeten gaan doen. Kinderen zelf voelen vaak niet goed aan dat hun schoenen knellen, omdat hun voetjes nog erg flexibel zijn. Kinderen geven niks aan, die ervaren niks. Die krullen echt de teentjes op en ze zeggen helemaal niks. Als u wilt weten of de schoenen van uw kinderen wel passen, meet dan de lengte van hun voet, tel er 12 mm bij op en vergelijk dat met de binnenkant van de schoen. Nee, daar heb je inderdaad nog nooit aan gedacht. Wat je wel doet is daar even kijken met je vinger of die nog past. Maar om het aan de binnenkant op te meten heb je nog nooit aan gedacht.